Goedemorgen allemaal. Het einde van de marathonvoorbereiding komt in zicht. Vandaag is het 31 kilometer op het programma. Dit is mijn langste loop in ieder geval in de aanloop. Dus daarom heb ik ook besloten om de voorbereiding voor de marathon wat betreft voeding en drinken eigenlijk dit weekend eens uit te proberen om te kijken of het allemaal wel klopt. Loop ik ergens tegenaan? Krijg ik ergens last van? Is de timing niet helemaal goed? Dus dat heb ik gedaan. Ik ben begonnen met koolhydraten stapelen. Pannenkoeken eten, heel vervelend. En pasta's. En met het ontbijt zelf ook maar even goed ontbijten. En vooral qua drinken ook heel goed doen. Dus ik wil jullie even een kijkje geven in mijn ontbijt dan vandaag. We beginnen gewoon lekker met een broodje kaas en een eierkoek. Broodjes loop ik eigenlijk altijd wel op. Een eierkoek vind ik gewoon lekker. Dus daar ga ik niet moeilijk over doen. Qua drinken staat de carboloader. Daar ben ik vanaf vrijdag al mee begonnen. Op vrijdag heb ik 1 bidon nog. Op zaterdag 2. En nu op zondagochtend moet ik ook nog 1 bidon. En dat zit vol met koolhydraten. Voordeel daarvan is dat je hebt niet het volle gevoel van het eten. Je kan gewoon nog lekker eten, maar je bent wel gewoon volop bezig met het stapelen van de koolhydraten. En die ga je tijdens de marathon zeker nodig hebben. En dan heb ik de Pro Energy AA. En een bakje koffie. Hoort er toch een beetje bij deze ochtend. En dan vlak voor de marathon neem ik nog een paar slokjes van de AA Isolemon. Die we ook tijdens de marathon krijgen. Daar train ik eigenlijk ook altijd mee om er maar aan gewend te raken. Ja, en nog het banaantje vlak voor de start. Nou, ik ga in ieder geval even goed ontbijten nu. En dan gaan we knallen die 31 kilometer.